Vandaag, dames en heren, onderzoeken we een zeer zeldzame diersoort, de luiaard. De luiaard kunnen we vinden op verschillende plekken in België, maar ze zitten meestal aan de kust te eten. Ze eten ook vaak, en wat ze doen in het leven is vaak eten. De luiaard wordt meestal gelokaliseerd aan de kust, waar het minst te doen is, en waar ze rustig op hun gemak niks kunnen doen, want ze zijn lui en ze doen niks nuttig. De luiaard kunnen we vinden in zijn natuurlijke habitat, waar we hem enkele malen per dag aantreffen op het toilet. Waar hij natuurlijk zijn behoefte doet. Maar daar wordt de luiaard niet graag in gestoord. We kunnen de luiaard ook vinden op andere plekken. Zoals in het zweetkamp. Waar er erg veel niks gedaan wordt. En waar er tijd wordt verspild. En meer tijd wordt verspild. Maar de luiaard heeft ons door. Oh shit, wij zijn weg. Let's go. Deze dier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is er iets heel speciaals dat ik aan jullie wil tonen. En dat is deze beker van Cookie Monster. Het is het meest nutteloze gadget die mijn mama ooit voor mij heeft gekocht. Aan de andere kant vind ik het ook fucking geweldig. Want je kan er een koekje in leggen. Super awesome. Laatst spelen we Black Ops 3. En ik heb heel goed nieuws voor jullie. En eigenlijk is heel goed nieuws niet alleen heel goed nieuws. Want het is echt super episch fucking nice nieuws. Zoals jullie hebben opgemerkt of zoals jullie niet hebben opgemerkt. Ben ik de laatste dagen erg veel actief geweest op mijn Twitch kanaal. Ik heb vrijdag 9 uur gelivestreamd. Ik heb gisteren heb ik 4 uur gelivestreamd. Het is echt gek. Maar ik vind het erg leuk om nu te livestreamen. Want er komen heel veel nieuwe spellen uit voor console en zo. En dat vind ik echt geweldig om te livestreamen. Dan heb ik het over spellen. Zoals Black Ops. En binnenkort komt Fallout ook uit. En ik heb gewoon zin om Fallout 4 te gaan livestreamen. Dus dames en heren, woensdag is het wapenstilstand in België. Dus dat betekent dat niemand school heeft in België woensdag. Nederland niet. Maar kom toch maar kijken. Ik ga dinsdag vanaf, ja, ik weet niet hoe laat, maar ik ga dinsdag livestreamen. Dus kom dinsdag naar mijn livestream. Let's go. Voor de mensen die nog zitten te twijfelen of ze Black Ops 3 moeten kopen of niet, ik ga jullie even nu mijn marketingplan zeggen. Als je old gen hebt, en dan heb ik het over PlayStation 3 en Xbox 360, koop dan geen Black Ops 3. Ik heb gezien bij andere YouTubers dat het echt fucking lelijk is. Het is gewoon niet de moeite om daar 60 euro aan te betalen. Het is een fucking no-go zone. Ik zou het echt niet kopen voor PS3. Maar ja, ik zou je gewoon aanraden van het niet te kopen. En misschien te kijken voor een ander spel. Want Activision en Call of Duty gewoon in het algemeen. Ze zijn geldwolven. Dat weten we allemaal. Maar ik vind het spel heel nice. Dus yes, oké. Okay. Waar zijn die bitches die hier lekker kunnen fucking doodknallen met mijn pijl aan boog? Is er daar net iemand ingevallen? Hallo? Hallo? Hallo, are you there? Er is waarschijnlijk niemand daar. Ik zie ook dat er heel veel YouTubers Black Ops 3 hebben gekocht voor de PC. Voor de graphics. Snap ik niet zo goed. Want Call of Duty vind ik gewoon is een consolespel. En een consolespel moet je op een console spelen. Ik weet dat PC-gamen veel nicer is op de meeste vlakken. Maar ik vind dat Call of Duty gewoon gemaakt is voor PlayStation en Xbox. En dat je dat spel niet moet gaan spelen op PC. Dus ja, dat is mijn mening. Ah, holy shit, we gaan hier hard, man. We hebben hier alweer onze Lightning Strike, waar ik nooit een kill mee heb. Man, we gaan alweer geen kill hebben met die Lightning Strike. Nooit. We kunnen wel onze care package droppen en het gebruiken als bait. Kijken of er enemies... Oh, nee. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Er is daar een enemy. En mijn care package gaat hier nu vallen op dit moment. En we zijn gespot. We zijn spotted. Oh my god. Dit is not good. Dit is not good, dames en heren. Oh, dat ik nog leef. Intens. Het is intens. Oké, we zetten de Guardian hier. Iedereen dood. En dan hebben we mijn pijl aan boog. Holy shit. Dit is het meest intense potje ooit. Ik ben Jaraski Gaming. Oh, YouTube Jaraski Gaming hier. Holy shit. Dit is de beste cosplay ooit. Mensen zeiden in de livestream dat ik fucking slecht was in Call of Duty. Ik kan gewoon mijn eigen team beginnen. Holy shit. Oh, nee. Als ik doodga, dan heb ik wel geprobeerd om goed te spelen. We kunnen hier nog onze kerpakketje snel inkallen. Dan is er daar nog iemand, maar die kunnen we waarschijnlijk niet meer killen. Het is zo leuk als je goed aan het spelen bent in Call of Duty. Het is zo kut als je aan het verliezen bent. We hebben weer een Guardian. Die Guardians toch, holy shit, kut killstreaks. Easy GG. Maar we doen nog een potje, want één potje is gewoon te weinig. Dus voor de mensen die meer houden van non-gameplay video's, komen sowieso nog gewone praatvideo's nog. Gewoon day in the life video's. Ochtendroutine video's, prank video's. En ik heb 50.000 abonnees. Dus die 50.000 subs special met mijn papa komt eraan. Ik zit eraan te denken om hem woensdag op te nemen. Dat hij dan donderdag of vrijdag online kan komen. Dus dat komt helemaal goed. En we gaan gewoon recht naar het volgende potje springen. Dames en heren, let's go. Ik heb eigenlijk ook al fucking veel zin om eens 2 video's per dag te gaan uploaden. Maar natuurlijk kom ik met dat idee als de vakantie gedaan is. En ja, nu is het weer school. En het is weer school. En
Ik heb daar geen zin in. Het gaat echt vreselijk worden. Dit deel van het jaar gaat zo moeilijk worden. Het zijn bijna examens. Ik voel nu al gewoon aan de leerstof dat de examens zo fucking pittig gaan worden. Pittiger dan de fucking ghost pepper. Pittiger dan de kanste peper ter wereld. Dat gaat erg zijn. We nemen nu even een frisse duik in het water. En we gaan even lekker zwemmen met onze vriend General Kraft. What's going on, man? What's going on? Okay, let's go. You died right there. You died right there. Oh shit, man. Misschien moet ik eens vragen naar Jaraski of hij een potje met me wil spelen. Zou wel fucking awesome zijn. Yo, Jan. Wil jij samen met mij een potje spelen? Ja, man. Tuurlijk, kom maar. Gewoon gauw, man. We hebben wel opnieuw mijn lightning strike. En misschien kan ik er deze keer wel een kill mee halen. Zo awesome zijn als ik er een kill mee kan pakken. Ja, we hebben een kill. Oh, we hebben twee kills. Legendarisch. Extreem zeldzaam dat ik daar een kill mee haal. Ik vind dit gezicht echt pittig eng. What the fuck? Ik denk dat de vis moet voorstellen. Holy shit. En we hebben weer een lightning strike. Oh, en we zijn er. We hebben weer een lightning strike. Let's go. We gaan weer voor de kills. Als we er een kill mee kunnen halen, ja, dan ben ik blij. Deze keer hebben we geen geluk. Geen kill met de lightning strike. Oh, daar is er een little faggot enemy die we moeten killen. Oeh, oh boy. Deze pijl en boog is de beste specialist perk van de game. Ook al ben ik nu dood gegaan. Het is de allerbeste specialist perk van de game. Dit is fucking OP. Fucking underrated. Het is gewoon fucking goed. Oh shit, you jump out of the water like that. You think that is possible, stupid cunt. Oh shit, you die right there. Hey, kijk die schoenen. Kijk mijn schoen. What are those? Ik ben hier gewoon twee games na elkaar mijn team aan het carryen naar de victory. Ik had ook gezien dat jullie heel graag nog eens een paar video's willen van de deep web. Dus ik ga gewoon fixen dat ik daar nog eens een paar video's van kan maken. En ik ga proberen één keer per twee weken of per week, gewoon één keer per week, video te maken van de deep web. Ga ik wel niet meer op de shadow web, want ik heb geen zin om nog eens fucking erge kinderporno te zien. Dus holy shit, we zijn hier turnaround kills aan het maken. Sterfman, going ham. En er komen ook Fallout video's aan. En video's met mijn oma. Ik wou dat dat cool zou zijn. In plaats van zo typisch te zijn en een Q&A te doen met je ouders. Ik doe gewoon een Q&A met mijn oma. Ik denk dat dat wel grappig gaat zijn. Oh, ik denk dat dat echt geniaal zou zijn als ik dat doe. Holy shit, we zitten op een 5 killstreak en ik ben dood. We kunnen nog snel onze care package droppen voor de game gedaan is. En misschien hebben we zelf de last kill. Hij zit onder water. Oh shit, net door de last kill onder water fight. En hij is dood. Oh shit, we carry that right there. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik kom morgen terug met een nieuwe video op mijn kanaal. Waarschijnlijk een, weet ik veel wat. Ik verzin gewoon op het moment zelf wat ik ga uploaden. Veel plezier nog deze zondagavond. Ik hoop dat jullie morgen op school de dag overleven en niet neergestoken worden op school. Ik ben Ace It en ik zou zeggen, let's fucking go. Adios. Biatchi. Hello.